Het trippelhuis, niet naar een bier, maar omdat het zijn drie woningen op eigenlijk een perceel voor twee woningen. De grote uitdaging was om de drie wooneenheden te koppelen op die manier, zodanig dat ze alle drie een eigen buitenruimte hadden, die van elkaar gescheiden is en toch voldoende groot is. Om ze alle drie een eigen inkomen op begane grond te geven, zodanig dat ze ook het gevoel van een huis krijgen, meer dan een appartement. En een derde aspect, wat in heel veel van ons werk zit, is het connecteren van de straat met de tuin, in dit geval een doorsteek, waardoor je de tuin kan ontsluiten van de straat, maar ook een doorzicht hebt en iets teruggeeft aan de straat, waardoor een passant eigenlijk direct ziet van dat er ook groen is achter de gevels. De meerwaarde van het project is denk ik voor het bouwen van drie wooneenheden, volwaardige wooneenheden op een dubbel perceel. Dus geen perceel voor drie woningen, maar eigenlijk een perceel voor twee woningen. Dus dat is zeker een meerwaarde in de dag van vandaag, waar we moeten proberen compacter te bouwen.